Heel speciaal, dit voelt als thuiskomen, dus ik ben heel erg blij. Van Es is meegelopen en zorgt voor de dik verdiende 3-0 eindstand. En al vroeg in de wedstrijd komt PSV op voorsprong door een doelpunt van deze Kika van Es. En dit is Kika van Es, linksback met het rechterbeen en een prima uithaal. Het is een prima doelpunt. Ik denk als je vanaf kleins af aan al fan bent van de club en ja, ik heb hier natuurlijk al eerder gespeeld en als je dan terugkomt, dan is dat iets wat heel speciaal is. Op een gegeven moment ga je keuzes maken voor jezelf en waarbij jij je het beste voelt. En ja, die keuze was niet heel moeilijk. Ik ben vanaf kleins af aan al fan van de club en ja, er is niks moois dan met dat logo op je borst te spelen. En ja, en dan de combinatie met het thuis kunnen zijn, dat maakt het natuurlijk alleen maar mooier. 6 jaar geleden ben je weggegaan. Wat is er sindsdien veranderd? Wat is er bij jou veranderd? Nou, heel veel. Ik ben Europese kampioen geworden. Wat natuurlijk heel erg mooi is en waar ik trots op ben. Ik ben 6 jaar ouder geworden, wat ook wel mee heeft meegespeeld. Ik heb natuurlijk door mijn blessure een moeilijke periode hier gehad, maar ik ben er alleen maar veel sterker uitgekomen. En ja, ik heb ook verschillende andere clubs gehad, ook in het buitenland gezeten. En ja, daar word je wel echt een heel sterk mens en ja, dat is iets wat ik nu wil meeneem. Ik heb al eerder met hem samengewerkt en dat is voor mij echt heel positief geweest. Dus dat is zeker wel meegespeeld. Ja, ik denk dat PSV natuurlijk een goede groep heeft nu. Ook veel potentie met jonge meiden, talentvolle meiden. En ik denk met mijn ervaring dat het gewoon belangrijk is dat ik een goed contact heb met die jonge meiden. En dat ik ze ga proberen te ondersteunen en te helpen waar ik kan. Dus dat is wel iets wat belangrijk gaat worden voor komend seizoen. Nou ja, ik ben wel iemand die zeg maar echt leeft in het nu. Komende zomer is natuurlijk een EK wat heel erg mooi gaat zijn. Waar ik natuurlijk alles voor ga doen. En ja, met de club, ik denk dat we een heel goed team gaan krijgen en dat PSV zoveel faciliteit heeft waarbij je echt de top echt alles uit jezelf kan halen. En dat we mee moeten gaan draaien in de top. En ja, natuurlijk, dan weet je vanzelf wat er voorbij gaat komen. De prijzen die er wel en niet gehaald gaan worden, maar dat is wel iets waarom ik hier naartoe ben gekomen. Is de cirkel nu rond voor je? Nou ja, die is zeker rond, ja. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik hier weer ben en dat ik hier gewoon alles eruit kan gaan halen en nog wat erin zit. En, ja, ik ben heel erg benieuwd wat het komend seizoen gaat brengen. Dit is natuurlijk een dag waar je lang naar uitgekeken hebt. En dus ik ben heel erg blij dat het dan vandaag uiteindelijk gelukt is.